Hi Stier, leuk je kijkt naar de korte weekhoroscoop van de Mandelaar. En deze week is het voor week nummer 2. En dat is van maandag 8 januari tot en met zondag 14 januari. Als dan de kaarten schudt om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Alsof deze week een week is waarbij er aandacht is, waarbij er liefde is. En het kan zomaar zijn dat het ook nog over verschillende personen gaat. Je bent sowieso in beweging en het kan gewoon zijn dat er aan diverse kanten aandacht komt, beweging komt, actie komt, maar wel echt iets wat je leuk vindt. Je voelt je prettig, je voelt je vrouwelijk. Als je mannelijk bent, in ieder geval voel je de zachte kant, zeg maar, om het zo op die manier te zeggen. En ik heb het idee dat dat niet betekent dat je over je heen laat lopen, maar vooral het idee dat je heel goed bij je gevoel kan komen, dat er een mooie groei mag gaan komen en dat je dus echt het daadwerkelijke gevoel hebt dat je dingen voor elkaar gaat krijgen. Je voelt je gewoon in ieder geval gezien en gehoord en dat geeft heel veel rust en dat zorgt je eigenlijk dat je dat weer helemaal uitstraalt naar de omgeving en dat lijkt je dan daarin weer heel veel te gaan brengen. Dus een hele mooie evenwicht deze week en ik weet zeker dat je daarvan alles van gaat merken. Dit is alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je van gevonden hebt en ik wens je sowieso een super fijne week.